Ja, Govert, voor reactor 4. Ja, staan we, jongen. Hier kun je het goed zien, de powerplant met de nieuwe sarcofaag eromheen. Op 26 april 1986 om 1 uur 23 s'nachts ging het mis. Reactor 4 van de kerncentrale nabij de gelijknamige Oekraïnse stad Tsjernobyl explodeerde. Het wordt beschouwd als de ergste nucleaire ramp in de geschiedenis. Al heel lang was het een droom van mij om deze plek te bezoeken. Die droom is uitgekomen. Dit is mijn weg naar Tsjernobyl. Goedemorgen, Kiev. Chernobyl exclusion zone, such a unique place in our world. Unfortunately, of course, with very sad situation that has happened in 1986, 26 April, the worst nuclear catastrophe of the world. But nowadays, after 35 years, it's our history and main idea of such trips to show to people how this area looks like nowadays. Basically, really different nowadays, nature coming back, so it will be very interesting to see Soviet Union that is frozen in time in Chernobyl exclusion zone. It's 120 kilometers from place we picked you up to our first official stop on checkpoint Tetyatki, where we are going to have our policeman passport control. Nou, Svenny, zitten we? We hebben een mapje gekregen van deze tour, dus deze organisatie. Nou, daar staat eigenlijk alles in het Engels wat er is gebeurd vroeger in Pripyat. En je hebt ook dus de verschillende tours die ze aanbieden. Hierop kun je alle info vinden. Ja, heftig wat er is gebeurd. De Sovjet-Unie wou dit zo lang mogelijk geheim houden, omdat ze natuurlijk als een afgang zagen tegenover het Westen. Dus willen ze dit niet naar buiten brengen. Nou, uiteindelijk kan het ook niet anders, want de Zweedse onderzoekers hebben dit ontdekt met radioactieve straling, volgens mij. Dus ja, kun je wel nagaan dat het best wel heftig is dat het hier is gebeurd. Nou, we zitten nu in de taxi. We gaan onderweg naar Tsjernobyl zelf. We moeten door twee checkpoints, want je hebt twee zones. De eerste zone is volgens mij 20 kilometer en dan heb je nog een zone die is 10 kilometer. Dus in totaal 30 kilometer aan verboden zone. Ik ben heel benieuwd. We komen nu aan bij checkpoint 1. Hier worden we dus door de paspoortcontrole gecontroleerd. Zoals ik al zei, je hebt twee checkpoints. We mogen hier alleen niet filmen. Dus ik ga snel de camera wegdoen. Dit is volgens mij de gehele verboden zone. Je komt dus niet zomaar de verboden zone in. Daar gaat echt eerst een heel papierwerk en alles aan vooraf. Paspoorten vaker moeten laten zien. Je naam invullen, datums invullen. Je auto wordt gecontroleerd waarmee je binnenkomt. Het is in ieder geval heel veel werk om zo'n zone in te komen. Wat natuurlijk ook wel logisch is, want ja, het is en blijft gewoon een Tsjernobyl verboden zone. En het heet niet voor niets exclusion zone, dus verboden zone. Ja, we gaan gewoon wachten op onze tourguide Nathalie of het goed is. En hopen dat we snel naar binnen mogen. Nou, de eerste zone, daarmee kom je dus het dichtst bij de Tsjernobyl Nuclear Power Plant. Wij zijn nu bij de tweede zone en zometeen gaan we naar de eerste. Oké, dus ze legden net uit van...
Dat we eerst naar Chernobyl City gaan, Chernobyl Town. Ja, man. Dan gaan we nog een checkpoint door en dan gaan we naar de nuclear power plant. Dus ja. Vanaf de eerste checkpoint gaat de radioactieve straling ook echt flink omhoog. Ja. Want dat is nu, even kijken, 0.11. Ja, wanneer wordt het gevaarlijk, over? Veilig, hè? Wanneer wordt het gevaarlijk? Weet je, dat zou ze nog gaan uitleggen, maar dit is volgens mij nog wel goed. Oké. Zo, we zijn nu in de zone 2. We lopen nu in Chernobyl Town. Of ja, we gaan richting Chernobyl Town. Zoals je net zag, het busstation die ging waarschijnlijk van buitenaf hier zo richting Chernobyl Town. We lopen ietsje verder. En het is, ja, het is een busstation. We hebben al veel verlaten locaties bezocht. Maar omdat het zo uniek is hier en ja, wat er hier is gebeurd heel indrukwekkend is, maakt dit het toch een stukje specialer dan een verlaten locatie ergens in Duitsland of België. Oké, want dit was waarschijnlijk buitenaf Chernobyl waar we nu zijn. Ja, daar heb je allemaal van dit soort vrijstaande woningen, et cetera. Ongekend hoe een natuur zo zijn eigen gang weer kan gaan als het echt helemaal onder de radioactieve puin zit eigenlijk. Moet je kijken hoe groen het hier is. Dat is echt bizar. Zo, wanneer dit metertje dus op 0.3040 komt te staan, ja, dan is er wel sprake van een hoge straling. Dat kan misschien alleen gebeuren als we echt tegenover reactor 4 staan. Maar ook dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren dat deze naar 0.40 schiet. Je ziet het in sommige landen nog steeds. In Nederland zal je het niet heel snel tegenkomen. Maar hoe elk huis de elektriciteit kreeg, was door middel van dat soort palen en kabels. Ja, die staan hier ook nog wel. Dus je kunt wel zien dat het uit een hele oude tijd is. Kijk, daar hebben we het bordje. Chernobyl. Nou Sven, dat is hem. Ja, spanningen komen hoog op. Ja joh, lijp. We zijn dus nu bij de allergrootste stad samen met Pripyat van de Chernobyl Town. Nou, we zijn dus nu bij het theater zoals je kan zien en zometeen rijden we nog meer door. Deze stad is daarmee ook geëvacueerd op de dag na de ramp samen met Pripyat. Omdat het natuurlijk een van de grootste steden is. Natuurlijk, een grote stad heeft ook een kerkhof nodig. Dat is hetgeen waar ik nu op sta. Ja, indrukwekkend om te zien dat de natuur natuurlijk zo zijn gang is gegaan. Maar wel mooi om te zien dat ze dit kerkhof nog een soort van bijhouden met de mensen die hier nog werken eventueel. Ja, toch een stukje geschiedenis die toch wel mooi achterblijft. We gaan zo meteen Chernobyl Town in. Hier werken ongeveer 3000 mensen, 14 dagen op en 14 dagen af, zodat je niet de hoge straling naar binnen krijgt in jouw lichaam. Vandaar dat er ook nog een paar supermarkten open zijn. Er is een gym open. Eigenlijk alles voor de mensen die hier 14 dagen aan het werk zijn. En dan moet je dus 14 dagen thuis blijven. Wil je daarna weer 14 dagen hier gaan werken. Het gaat nu echt beginnen. We staan bij het grote bocht. Het staat in het Oekraïens. Dus dat kunnen we niet lezen. Maar dit is dus het grote bocht van welkom in Chernobyl Town. Vroeger leefden hier zo'n 14.000 mensen. En ja, nu dus 14 dagen 3000 mensen. Het wordt een beetje verdeeld over de maand. Dus de 14 dagen dat er hier mensen werken, kunnen bijvoorbeeld 1500 mensen wonen. En dan de andere 14 dagen weer 1500 mensen. Zo wordt het toch een beetje goed verdeeld. Nou, we zijn eigenlijk in het centrum van Chernobyl Town. Goof gaat nu een interview doen met een oud politieagent die toen de tijd politieagent was terwijl de ramp dus gebeurde. Die beelden ga je allemaal dus zien op Govert's kanaal. Dus wil je nou het hele interview zien waarbij Govert de politieman interviewt, check eventjes de link in de beschrijving. Is zeker het kijken waard. Interview zit erop, hè? Ja, joh. Dat Hoe ging het? Echt wel indrukwekkend, joh. We hebben echt een uur gepraat. 55 minuten. Ja, ik zag het, ja. En we hebben helemaal informatie van deze man gekregen, maar hij heeft het echt wel bijzonder. Hij heeft verteld, hij heeft het gewoon van binnenuit meegemaakt daar. Hij, Mag hij wel heel erg blij zijn dat hij hier nog gewoon zonder iets of wat kan leven en hij staan? Heeft, ja, hij heeft effecten gemerkt van die radio. Ja, aan zijn gezicht vooral, hè? En hij kan bij me slecht zien en zo. Maar hij is nog steeds, hij leeft nog steeds. En hij was de politiechef toen de tijd. En hij heeft verhalen verteld. Ja, dus bijzonder. Ik ben echt even stil. En ook die foto's erbij. Zulke unieke foto's. Ja, dat is bizar, hè. Dit is echt
Ja, dus, dat verhaal heb ik net ook zelf meegekregen. Nou, wil je nou het hele verhaal zien, zorg dan eventjes dat je naar Govertse kanaal gaat, zoals ik al eerder vertelde. Heel bijzonder verhaal dit. Ja. Je ziet hier dus een hele rij vol staan met allemaal namen langs het pad. Nou, wat zijn nu al deze namen? Dit zijn alle dorpen en steden die zijn geëvacueerd vanwege de Chernobyl-explosie. Echt honderden dorpjes. Het is nu 12 uur, we gaan lekker wat lunchen hier zo. Oekraïens eten. Nou, dit is dus waarom je ook een beetje hier naartoe komt. In wat voor stijl, deze stijl zie je in Nederland niet, hè? Het is echt Sovjet, gewoon super simpel, makkelijk en ja. En we gaan lekker eten, dus Govert, eet smakelijk. Thanks man, lekker. Dan ga je, echt een Sovjet maaltijd. Ja. Dat zei ze ook, hè, alles is echt oud Sovjet, gewoon heel simpel, basic, wat je precies moet hebben. Wat zou dit zijn afgelopen? Dat? Ja, gewoon chocoladebroodjes of zo, denk ik. Ja, en dit hier hebben we soep voor ons met ei erin, wortel en iets van noedels, bami-achtig iets. Hier hebben we een pakje met salade. Dus nou ja, helemaal lekker toch? Ja. Maar hoe vind je de eerste ervaring hier zo in Chernobyl? We zijn natuurlijk nog niet in de Vlaamse stad geweest. Maar ja, we hebben de natuurlijk ervaring, wel. Die was heel erg. Je moet gewoon goed open ontvangen. Ja. Maar op het moment dat zo'n politieagent, een oud politieagent, gaat praten hoe het was, hoe het nu is en al de info eromheen, dan besef je wel. Dat is wel bizar, hè? Ja. Dat is wel echt wat hij ook zei met die cactus. Hè. Dat klinkt als een simpel voorbeeld, maar dat is natuurlijk wel zijn passie geweest. Heel triest. En hij zei, ja, dan zag ik ze voor de laatste keer bloeien en dat was het. Dan weet ik dat ze, ja, dus voor hem was dat echt zijn ding en dat gaat weg. Iedereen moest gewoon alles achterlaten, weet je. Je hele leven laat je achter. En dan hij zei ook, toen we terugkwamen, weer in het dorpje, toen sommige mannen die gingen gewoon naar binnen, maar heel veel andere, heel veel vrouwen ook, die gingen echt huilen voor het huis en bedurfden niet naar binnen toe. Want die zouden dan hun oude leven weer zien, weet je, hun oude spullen. En dat, die confrontatie konden heel veel mensen niet eens aan en ja, werden daar emotioneel van. Dat is natuurlijk ook heel bizar. Je moet dus proberen te verdiepen in die situatie, maar omdat het zo onwerkelijk is, gaat het niet. Nee, dat moet je voorstellen dat jij nu je huis met je gewoon uit moet. Gewoon ineens. In één keer. Dan kom je, en over een paar jaar kom je weer terug en dan zie jij gewoon je oude schriften met aantekeningen en je, weet je wel, je oude boeken dingen. Maar binnen 2 uur was alles gewoon geëvacueerd, hè? Alles. Ja, gewoon. Wel die dag erna dan, maar vanaf de opdracht was het 2 uur later. 2 uur later. Ja, dus ze hoorden het en 2 uur later was de laatste persoon al weg. Dus sommige mensen waren na een kwartier al weg. En we zijn nu nog niet eens in Pripyat zelf geweest, hè? Nee. Daar moeten we nog naartoe. Ja. Maar we gaan eerst eten, ik heb honger. Ja. Ben je in Oekraïne? Ga je nog Hollands maken? Nee, maar geloof het heel eerlijk. Het is... Nee, het is lekker rundvlees met aardappelen. Maar geloof ze tegen mij, Sven, weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon door elkaar hulsen. Ja. We hebben gewoon een Hollandse pot. We hebben één lekkere brei met alles om elkaar heen. Maar hij smaakt heerlijk, hè? Ja, echt lekker, man. Waar we geluncht hebben is ook gelijk het hotel waar we de komende 2 nachten verblijven. Nou, zoals jullie net zagen, deze auto. Wij mogen misschien zo meteen een rondje rijden in deze auto. Want ja, wij slapen toch in dit hotel. Dus vanavond gaan we misschien een rondje rijden. Eens even kijken hoe het is om in zo'n oude auto te rijden. Nog nooit in gereden. Dus hopen dat het vanavond kan. Ja, we rijden nu eigenlijk door Chernobyl Town heen. Overal om je heen verlaten huisjes. Sommige zijn nog bewoond, zoals je kan zien, zoals deze. In totaal waren er dus in het gehele Chernobyl Town 18 kerken. Nou, al die 17 kerken zijn weggehaald. Er is er eentje blijven staan en die hebben ze helemaal gerestaureerd. En daar sta ik nu voor. Echt prachtig om te zien hoe die Oekraïense kleuren terug zijn gebracht in zo'n kerk. Gaaf om dit stukje geschiedenis nog te zien. De kerk hier achter mij is trouwens elke zondag nog steeds geopend. Wij doen helaas op zondag niet de tour, dus kunnen niet in binnen een kijkje gaan nemen. Maar van buiten is het nog steeds prachtig om te zien. Zoals je ziet merk je wel dat we buiten het dorpje Chernobyl gaan. Daar wonen natuurlijk dan nog de werkende mensen, et cetera. Alleen hier wonen gewoon geen mensen meer. En dat kun je ook echt zien aan alle huizen die hier buiten staan. Dus ja, je merkt wel dat we nu richting de reactor aan het rijden zijn. Want ook deze weg is niet echt bepaald fijn om op te rijden. Het is
spanning geoverd of niet? Ja, zeker. Het is echt wel even andere koek hoor. Ja. Omdat je dus naar de reactor heen rijdt, moet je zone 1 in. Dat is dus de volgende checkpoint. Maar die gaat pas om 1 uur open. Nou, het is nu 1 voor 1, dus hij is bezig met open aan het gaan. Vandaar dat er even een file staat. Ja, om dus bij de reactor te komen moeten we dus weer een checkpoint in. We hoeven dit keer alleen onze paspoort en alles niet te laten zien, want dat heeft Nathalie mooi voor ons geregeld. Dus dat is heel fijn. Hopen dat we binnenkomen. We gaan dus nu naar de Dugaiwan, als ik het goed uitspreek. Gebouwd in 1972. Verdere details zal ik boven vertellen, want we moeten eerst een hele klim omhoog. Ja, je vraagt natuurlijk af, wat is het? Maar het is echt een heel groot radarsysteem. Ja, en wat deed ze nou precies met zo'n groot radarsysteem hier zo? Het werd onder andere gebruikt om raketten te detecteren die op Oekraïne werden afgevuurd vanaf de USA, Amerika dus. Alleen volgens mij single raketten, dus raketten die klein zijn en die niet bepaald groot zijn, die werden niet gedetecteerd omdat ze ja, simpelweg te klein waren. Maar echte grote raketten werden wel gedetecteerd. Kijk, als je goed kijkt zie je ook precies waarmee dat allemaal gebeurde. De Oekraïnse overheid wou deze plek eigenlijk een beetje geheim houden. Dus zeiden ze tegen de mensen die hier omheen wonen dat het voor televisies en telefoneren was. Zo ziet het er eigenlijk ook echt wel uit dat het voor televisies en telefoneren is. Die weg waar we net op reden, die hobbelige weg, die is daarom ook niet helemaal geasfalteerd. Omdat ze eigenlijk zoveel mogelijk mensen hier weg wouden hebben. Zodat eigenlijk niemand hier naartoe kwam en ervan af wist wat dit ding nou precies deed. Zo werd bijvoorbeeld verteld als ze deze weg op kwamen rijden dat hier een summercamp bezig was. En dat ze in onderhoud waren of de summercamp was bezig of dat soort dingetjes. Allemaal eigenlijk smoesjes verzinnen om mensen hier niet naartoe te halen. Zodat ze er niet achter kwamen wat het nou precies was. Er waren in totaal 1000 mensen die hier aan gewerkt hadden of nog steeds aan bezig waren. Die woonden ook in dit gebied en die hadden een soort geheimhoudingsplicht van dat ze moesten zeggen tegen de inwoners dat het voor tv en radio was, zoals ik net al zei. Dus degene die hier werkte mocht natuurlijk ook niks zeggen tegen familie, vrienden, waarvoor dit nou eigenlijk echt bedoeld was. En nu vraag je natuurlijk af, wat wordt er nu mee gedaan? Ja, natuurlijk is hij buiten werking en wordt het niet meer gebruikt. De president van Oekraïne heeft hem eigenlijk gemarkeerd als een monument. Dus het ding blijft gewoon staan als een monument. Er zitten wat camera's hier en daar. Het gebied wordt goed in de gaten gehouden, vandaar ook de checkpoints. Dus het is nu eigenlijk een officieel monument van Oekraïne. Het grote radarsysteem hier achter mij is 150 meter hoog. Vanaf veraf lijkt het natuurlijk heel klein, maar als je dan net zoals nu onder staat, ja, dat is echt niet normaal hoe hoog dat is. Het loopt nog helemaal door tot achter, zoals je kan zien. Enorm, enorm groot. Nou, we zijn hier dus eventjes langs gereden voordat we naar de nucleaire powerplant van Tsjernobyl gaan. Naar reactor 4, waar het allemaal is gebeurd. Prachtig om dit ook te zien en mooi om te zien en te horen dat het ook een monument is geworden hier in Oekraïne. Ja, dan gaat zoiets natuurlijk nooit weg. Maar nu wordt het tijd om echt hetgeen te zien waar het is gebeurd. We zijn langs de weg gestopt, daar waar het allemaal is gebeurd, hier in het kerngebied. Reactor 4 op de achtergrond. Ze waren bezig met reactor 5 en 6, want ze wouden uiteindelijk hier 12 reactoren plaatsen. Maar ja, na de ontploffing van reactor 4 is dat natuurlijk niet doorgegaan, wat vrij logisch is. We reden net ook langs een ander systeem, een soort nieuw iets, modern. Ja, al dat radioactieve afval wat dus wordt verzameld en wordt weggehaald, want ze zijn het hier aan het schoonmaken, dat wordt daar dus gedumpt in een veilige plek. Dus okay. Dat is best bizar, want dat nucleaire spul, dat radioactieve materiaal, dat moet ergens heen. Dus alles gaat vanaf reactor 4 met deze weg richting daar. Exact, ja. En ook natuurlijk überhaupt in die hele 10, 30 kilometer omheen waar het actief is. En ze vinden spullen, gaat het daarheen. We zijn gestopt. Maar we gaan nu verder richting reactor 4. We kunnen schijnbaar echt heel erg dichtbij komen, dus dat wordt echt heel indrukwekkend. Ja, dat wordt echt heel dik. Nog eventjes rijden. Hier heb je al die tijd op gewacht, hè? Ja, dit is het moment waar je naartoe leeft, samen met Pripyat. Ja.
Dit standbeeld komt dus uit Pripyat. Ze hebben het later vanuit Pripyat hier voor de kernreactor neergezet als een soort eerbetoon aan de stad volgens mij. Toen ik hier aankwam met de auto, toen viel ik wel een beetje stil. Want dit is 's werelds grootste kernramp aller tijden. En je ziet dan die hele grote sarcofaag, die nieuwe sarcofaag die er omheen zit. Die is echt immens groot. De adrenaline gaat door je lijf, maar op een hele andere manier. Ik viel helemaal stil. Ik keek echt 5 of 10 minuten alleen maar even naar kernreactor 4 om gewoon te beseffen wat hier allemaal is gebeurd. Dat doet zoveel met je en dat is zo indrukwekkend om te zien. Ja, dat is echt niet in woorden uit te schrijven. Zo zag het er vroeger uit. En nu hebben ze het helemaal gerenoveerd. En het ziet er nu zo uit. Ja, hier staat hij dan. De nieuwe sarcofaag om reactor 4. Eerder zat er al een betonnen sarcofaag onder. Die betonnen sarcofaag is 3 jaar later om de reactor heen gegaan. Want ja, om verdere straling te voorkomen moet je wel een nieuwe sarcofaag bouwen. Want als het beton gaat scheuren en gaat barsten en er komt straling vrij, dat moet je natuurlijk niet hebben. Zoals je ziet, de nieuwe sarcofaag zit eromheen. De kosten hiervan zijn enorm hoog, ruim 3 miljard euro. Vandaar dat ook de Europese Unie hieraan mee heeft betaald en niet alleen Oekraïne. Hier kun je het goed zien, de powerplant met de nieuwe sarcofaag eromheen. De andere 3 kernreactoren van Tsjernobyl werden in gebruik genomen nadat het incident was plaatsgevonden. Omdat simpelweg de stroomvoorziening in Oekraïne nodig was met deze kernreactoren. De Amerikaanse president wou dat het voor de winter van 2000 ging sluiten, deze kerncentrale. Dat is gelukt, want voor de winter van 2000 is hij namelijk ook gesloten op 15 december. De sarcofaag werd ietsje verder gebouwd dan bij de reactor zelf. Wil je nou zien hoe dat in zijn werking ging? Dat kun je zien op dit filmpje. Om te zien dat ze zo'n groot halve cilinder zo eventjes over die reactor heen zetten. Poh. Heel indrukwekkend. Zoals je ziet werken er dus nog mensen bij reactor 4. En waarom is dat nou? Ze hebben het helemaal gemoderniseerd. Want een nieuwe sarcofaag zit eromheen. En ja, die moet je natuurlijk wel blijven onderhouden. Zodat die niet net als de vorige sarcofaag scheuren gaat vertonen. Want dat kun je natuurlijk niet veroorloven met de hoeveelheid straling die daar nog binnen zit. Ja, Govert, voor reactor 4. Ja, staan we, jongen. Hoe was jouw gevoel toen je de bus uitstapte, onze taxibus? Raar, een beetje akelig wel hoor. Omdat het is zo'n stille plek waar nu weinig gebeurt. Er werken niet zo heel veel man nu meer, maar er wordt wel gewerkt. Ja. En dit was vroeger, renden hier mensen rond in volle paniek. Er waren hier mensen aan het werk. Allemaal helikopters vlogen hier overheen. Met... Ja, hier reden de brandweerwagens om te gaan blussen. Ja, en dat blussen was dus helemaal niet slim, want het water maakt het alleen maar erger. Maar zo'n chaotisch moment wat de hele wereld heeft beïnvloed. Ja, wat ik al zei, toen ik uit die bus stapte, keek ik echt 10 minuten met mijn mond dicht naar die reactor. Ja. Ik dacht echt, wow, het besef dat hier gewoon 's werelds grootste nucleaire ramp heeft plaatsgevonden. Dat is bizar. Dat doet eventjes wat met je, ja, zeg maar. Ja, het is echt lijp hoor. En ook hoeveel, wat het ook gewoon heeft gedaan met alle mensen die hier woonden. Ja, je kijkt er zo lang naar uit. Al sinds dag 1 dat je hier aan begint. Eigenlijk al 5 jaar geleden kijk je hier al naar uit. Dit is de urbexplek, maar dit, ja. Dit is ondertussen hebben we... Nu pas heb ik echt door dat het is ook echt een ramp, weet je wel. Dat had je wel door, je weet waar het gaat. Tuurlijk, maar nu ja. Besef ik echt van het is meer dan een urbexplek. Het is... En ik ben heel blij dat ik het wel ooit heb gezien met mijn eigen ogen, zeg maar. Ja. Dat ik weet en nu weet ik echt wat hier is gebeurd, ook op dit hele gebied. Ze wouden zelfs 12 reactoren maken. Maar Pripyat, dat doen we natuurlijk in de volgende aflevering. Dus zorg dat je geabonneerd bent om daar niks van te gaan missen. We moeten zo meteen, we gaan dit gebied verlaten. We moeten zo meteen een radiatiecontrole doen. Ja, wat houdt het in? Radiation control, dat houdt dus in dat we geen radiation op onze kleding hebben zitten. Mocht die nou dan te veel radiation op zitten, dan moeten wij onze kleding uitdoen en hier per direct laten wassen. En dan pas mogen we het weer mee terugnemen. Dus dat is best wel een... Ja, wel spannend of zo. Ja, ik weet niet, want we hebben wel door al die bomen en zo heen gelopen. Ja, daarom. Ik ben benieuwd. Nou,
Nou, het standbeeld hier achter mij, dat is dus voor de mensen die mee hebben geholpen aan de opruiming van alle radiatie die vrij was gekomen. Je ziet brandweermensen, je ziet mensen die in de powerplant zelf hebben gewerkt. Zorgmedewerkers, eigenlijk een eerbetoon aan iedereen die mee heeft geholpen om de stad weer zo veilig mogelijk te maken. Nou, de stad is in ieder geval niet meer bewoonbaar, dat is wel jammer, maar ja, begrijpelijk, want dat kan ook niet. Dit is echt heel erg mooi dat ze dit hebben gedaan, dat ze een soort standbeeld hebben gemaakt voor de helden van Chernobyl. Want ja, het zijn toch de mensen die hun leven voor andere mensen hebben gegeven en dat is echt super mooi. Kijk eens, ze hebben hem gewoon aangekregen. Ja, ja, ja. Echt. We gaan echt Oekraïens rijden. Heerlijk dit. Nummertje 3, ik had nog beloofd ons hotelkamertje te laten zien. Ja, gewoon twee lekkere simpele bedden, tv'tje erbij. De badkamer moeten we delen, maar dat is natuurlijk niet erg. Als je maar gewoon lekker kan douchen. Wij gaan ons eventjes opfrissen om daarna even een lekkere avondwandeling door Chernobyl Town te lopen. Ja, daarna denk ik dat het gewoon vroeg slapen wordt om ons ready te maken voor de volgende dag. Want morgen gaan we eindelijk naar Pripyat toe. Het is gaaf om te zien, we zijn nu in het hotel. En hier zie je dus duidelijk nog dat de sarcofaag in aanbouw was en dat die dus nog over de reactor heen gezet moest worden. En hier zo zie je dus echt duidelijk dat de sarcofaag er nog niet overheen stond. Moet je kijken zeg. Zo, komt een einde aan de dag dat we de reactor hebben gezien. Hetgeen waar het allemaal is mee begonnen. Dit was hem. Ja, morgen wordt het tijd voor Pripyat. Ja, ik denk dat dat nog dikker wordt. Ja, Pripyat is natuurlijk het icoon van Chernobyl. Nuclear ramp, zeg maar. Ja, plus ook wel een stukje emotie, denk ik hoor. Als je al die huizen ziet van die mensen die echt daar weg zijn moeten gaan. Ja, hoeveel mensen zijn er nou uiteindelijk geëvacueerd? 40.000, hè? 50.000. 50 zelfs. Woonden alleen al daar. 50.000 in 2 uur tijd, maar 4 uur. In verschillende dorpen eromheen wonen ook mensen. Dus maar in Pripyat zelf alleen al 50.000. Ja, man. Ja, het weer is er trouwens niet beter op geworden. Maar ik zeg, laten we gewoon lekker gaan slapen, ons klaarmaken voor morgen. Ja man. En dan wordt het tijd om Pripyat te gaan bezoeken. Ik hoop wel dat het weer morgen beter gaat zijn, maar dat zal vast en zeker wel gaan lukken. Ik ga snel mijn bedje in en dan... Ja, ik kan niet wachten tot morgen man. Jij? Ik heb er echt super veel zin in. Ik ga gauw slapen. Dat ga je helemaal niet. Ga ik wel. Doei. In dat bed slapen, hè? Oh. Je sliep al, jongen. Je was al aan het slapen. Hoe laat is het dan? 1 uur 's nachts. Nee. Nee, dat kan niet, anders is het niet zo licht. Nee, oh, je ligt echt. Oh, water in mijn ogen. Oh. En met die handdoek erin. Oh, lekker.